Welkom bij deze informatieclip over de opleiding criminologische wetenschappen aan de KU Leuven. U bekijkt deze clip omdat u wellicht interesse hebt voor dit domein. Maar wat is criminologie juist? Wat houdt die opleiding in? Waarom zou u voor die opleiding kiezen? En wat is het profiel om aan die opleiding te beginnen? Die vragen gaan we in deze clip beantwoorden. Laten we beginnen met de vraag, wat is criminologie? U denkt wellicht spontaan aan criminaliteitsvormen, misdrijven, aan onveiligheid. Terrorisme, drugshandel, wapenhandel, verkrachting, moord. En inderdaad, dat is ons studiedomein. Daar gaat het over. We proberen die fenomenen te begrijpen, ook te verklaren, de oorzaken te zoeken. En we buigen ons over de vraag, wat is de beste reactie op dat soort fenomenen? Welke straf of maatregel is het meest gepast? Daarnaast gaat het ook over conflicten. Conflicten in allerlei vormen in een samenleving. Conflicten tussen mensen, dader-slachtoffer, maar ook tussen groepen en ook tussen culturen in onze multiculturele maatschappij waarin wij leven. En we zoeken als criminoloog telkens de oorzaken van die conflicten. Waarom pleegt iemand bepaalde misdrijven? Waarom radicaliseert iemand, zelfs in die mate dat hij bereid is zijn leven te geven in een aanslag? Waarom pleeg je geweld? We zoeken de oorzaken en we proberen ook te werken aan preventie. Voorkomen is altijd beter dan genezen. We proberen misdrijven en conflicten maximaal te vermijden en te voorkomen. En we zoeken wijzen waarop dat kan. En dat brengt ons dus bij beleid. Heel de opleiding gaat heel sterk in op beleidsmatige ontwikkelingen. Welke straffen of maatregelen zijn het meest gepast in onze samenleving? Hoe reageren we als samenleving het best op criminaliteit en onveiligheid? Hoe zorg je ervoor dat slachtoffers hun leven terug op de rails krijgen na vaak zeer erge feiten? Hoe begeleid je daders? Dat soort kwesties zijn aan de orde. Onze bacheloropleiding van 3 jaar... aangevuld met een master van 1 jaar. Daarin zitten eigen Leuvense accenten. Zaken die typisch zijn voor de Leuvense criminologie. De Leuvense criminologieopleiding is de oudste in België en heeft dus een zeer lange traditie met zeer gespecialiseerde professoren. En wij leggen eigen accenten. Ik beperk mij in deze clip tot 3. Eerste accent, zware focus op methodologie. Hoe stel ik een verantwoorde onderzoeksvraag op rond criminaliteit en onveiligheid? Welke methode moet ik hanteren om een vraag te beantwoorden? Kwantitatieve methode, statistieken, allerlei analyses. Kwalitatieve methode, observaties, interviews, mixvormen van methoden. Dus methodologie, eerste focus. Tweede focus, zeer sterke juridische invalshoek. Recht is noodzakelijk voor een criminoloog. Criminologie zonder recht, dat heeft geen zin. Je leeft altijd in een democratische rechtsstaat en die bepaalt ook mede mogelijkheden die je hebt in een democratische staat om te reageren op criminaliteit en onveiligheid. En een derde focus, gedragswetenschappen. De psychologie, hoe verklaar je individueel gedrag? Welke oorzaken, welke elementen spelen daar? Hoe beïnvloed je gedrag? Maar ook de sociologie, die ons zeer veel leert over krachtsverhoudingen in een samenleving. Nu denkt u wellicht, dat is toch zeer theoretisch, blijft die opleiding dan puur theorie? Nee, ik stel u meteen gerust. Absoluut niet. In de derde fase van de bachelor kan u op stage, moet u zelfs op stage. 10 weken lang, 4 dagen per week, gaat u in een criminologische setting echt als criminoloog aan de slag. Tweede, werkcolleges. Vanaf de eerste fase van onze opleiding hebben we tal van werkcolleges waar je in kleine groepen aan de slag gaat en werkelijk vraagstukken uitbeent onder zeer intense begeleiding. Derde element, de studiebegeleiding in het eerste jaar, het monitoraat, verloopt ook in zeer kleine groepen, zodat u de overgang van het middelbaar onderwijs naar universiteit goed kan verteren. Kan u dan ook naar het buitenland, vraagt u zich misschien af. Het antwoord is ja. U kan een buitenlandse stage doen.
in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk, maar we hebben ook al stages gehad in Zuid-Amerika, in Afrika zelfs, in Hawaii. Dus de wereld ligt daar open. In de master kan u op Erasmus. U kan in het buitenland een semester gaan studeren, criminologie, bij onze zusteruniversiteiten in het buitenland. En we brengen het buitenland ook naar Leuven. In het kader van Global Criminology nodigen wij elk jaar, elk academiejaar, tal van prominente buitenlandse gastsprekers uit, die u dus in hun leefwereld, in hun domein meenemen in het kader van het vak Global Criminology. U zal ook merken dat die bachelor twee opties heeft. Een optie criminologie en een optie recht. Beide opties leiden tot een bachelor diploma criminologische wetenschappen, uiteraard. En beide opties geven toegang tot een master criminologische wetenschappen, tuurlijk wel. Maar via de optie recht kan u ook een master rechten behalen. Dat is een master van 2 jaar, na een voorbereidingsprogramma van 1 jaar. En dat maakt dus dat u op 7 jaar tijd in Leuven master in de criminologische wetenschappen kan worden en master in de rechten, als u dat wil. Hoe zit dat met de arbeidsmarkt? Wat zijn mijn beroepsuitwegen? Wees gerust, de wereld ligt aan uw voeten als Leuvense criminoloog. Veel van onze afgestudeerden komen terecht bij politie, bij justitie, maar we hebben er ook in andere overheidssectoren, gemeenten, steden, Vlaamse gemeenschap, binnenlandse zaken, justitie op het federale niveau. We hebben zeer veel mensen in de jeugdzorg en in de welzijnssector. We hebben natuurlijk ook mensen die opteren voor een carrière in het onderzoek en of onderwijs. En we hebben een toenemend aantal afgestudeerden die eigenlijk in de private sector terechtkomen. In de private veiligheidssector, waar een belangrijke markt voor onze criminologen ligt. Ben je geboeid door criminaliteit en onveiligheid? Door conflicten in een samenleving? Wil je die fenomenen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze begrijpen, analyseren, duiden? Ben je geïnteresseerd in persoonlijke interacties? Wil je de brug slaan tussen theorie en praktijk? Met andere woorden, wil je een bijdrage leveren aan veiligheid en rechtvaardigheid in onze samenleving? Wel, kies dan de opleiding criminologische wetenschappen en kies die aan de KU Leuven. Maar wat u verder ook beslist, ik wens u daar in elk geval bijzonder veel succes en inspiratie bij. Volg je hart, volg je passie, durf te springen en de wereld ligt aan uw voeten. Ik wens u veel succes en ik hoop u natuurlijk wel op onze Leuvense campus te verwelkomen.